In dit rijtuig reden vroeger baron Etienne van Zuylen van Nijenveld van de Haar en zijn echtgenote Hélène de Rothschild. De twee waren stenenrijk en dit is dan ook de Rolls-Royce onder de rijtuigen. Meest luxe dat je kon hebben. Dus het is een heel comfortabel rijtuig. En deze werd dan gebruikt voor de meer officiële gelegenheden. Een bruiloft of binnenhalen van hele belangrijke gasten. Dan kwam de calèche van stal. Maar deze calèche kan wel een opknapbeurt gebruiken. 60 jaar stonden de 14 rijtuigen van de familie De Haar in het Nationaal Rijtuigmuseum. En nu worden ze gerestaureerd. Want er hingen hele velle verf, hingen helemaal los en omgekruld weer zo naar beneden. Maria Stolk is al 40 jaar rijtuigrestaurator. Zij neemt 3 van de mooiste rijtuigen van De Haar onder handen. Elk stukje hout en stof wordt met de grootste zorg aangepakt. En het leuke is dat je nu ook de binnenkant kan zien. En daar staat met potlood geschreven: breek baron de Zuylen 619. Nou, en dat, als je zoiets vindt op een rijtuig, dat is altijd zo ontzettend leuk. En dat stukje geschiedenis komt straks na al die jaren weer terug waar het hoort. Want de rijtuigen gaan naar huis. Beetje bij beetje komen ze weer op de plek waar ze ooit stonden. Namelijk in haar Zuylens. In het schitterende stallencomplex bij Kasteel De Haar. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Elk rijtuig neemt een half jaar in beslag voor het klaar is. Materialen moeten binnenkomen, moet je wachten. Ik ben nu op katoen uit Frankrijk aan het wachten. Wollenlakensstof uit Engeland. Dan ben je zo weer een maand verder voordat je het allemaal binnen hebt. Maar dat mag de pret niet drukken. Het vertellen van dat verhaal, dat we dat weer op De Haar kunnen doen, dat maakt het zo bijzonder. Dat maakt het tot een feestje.